Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Tess Madeline en ik ben net naar twee winkels geweest om krasloten te halen. Of eigenlijk decemberkalenders, maar het valt onder krasloten. Het erge is ook gewoon, ik durfde niet 50 euro aan krasloten in één winkel uit te geven, omdat ik pas een half jaar 18 ben. Dus ik ben naar twee winkels geweest en heb bij allebei 5 krasloten van 5 euro gehaald. Dus ik heb hier 10 decemberkalenders. De winkans is 1 op 2,1, dus we moeten op ongeveer 4 loten iets winnen. Laten we naar beneden gaan en dan snel openkrassen. Een kleine fun fact, dit is echt mijn droomvideo om te maken, want deze wilde ik al 4 jaar maken, maar ik was geen 18. Oké, ik heb even een trui aangedaan, want het is koud, dus sorry als je andere kleding ziet. Maar we gaan beginnen met het openkrassen van de eerste kalender. En de bedoeling is dat we al deze vakjes gaan openkrassen en dan op de achterkant de figuurtjes aankruisen die we hebben. En als je dan genoeg van een bepaald ding hebt, dan heb je een prijs gewonnen. Dus laten we beginnen met de eerste. En ik kras gewoon alles open. En dan daarna doe ik pas de achterkant invullen. Van hoeveel we van wat hebben. Oh ja, en hier bij nummer 25, 26 en 31 heb je extra spellen. Als je bijvoorbeeld 2 keer 5 euro hebt staan, dan win je 5 euro. En de eerste is een wand. Ik ga nu trouwens wel gewoon even muziek eronder zetten en versnellen. Want anders duurt het zo lang en moet ik zoveel gaan praten tegen jullie. Dat het voor jullie ook niet meer leuk is om deze video te kijken. We hebben 10 euro op deze kaart. Dus deze heeft sowieso al iets gewonnen. En ik ga nu even de achterkant invullen om te kijken of we eventueel nog meer hebben gewonnen. Maar op dit moment zouden we normaal dus 5 euro winst hebben. Maar goed, ik heb natuurlijk meer uitgegeven dan 10 euro. Prijzen binnen de symbolen, maar goed. We gaan ons nog aan de winnende kant leggen, want we hebben dus 10 euro gewonnen. Tijd voor nummer 2. Heeft niks gewonnen, dus deze gaat bij de verliezende kant. Tijd voor de derde. Deze gaat dus ook weer bij de verliezende kant. Dus op dit moment hebben we 15 euro uitgegeven en 10 euro teruggekregen. Dan gaan we dus verder met de vierde. Dus ook weer bij de verliezende stapel. Dus we hebben op dit moment 10 euro verlies vergeleken met wat we hebben gekocht. En we gaan door met de vijfde en laatste niet ingepakte. Thank you.
dit kraslot hebben wij dus 5 euro gekregen. Dus in principe gewoon dit kraslot terug. Maar hij kan wel bij de winnende stapel. En nu gaan we beginnen aan alle krasloten die in zo'n envelop zitten. Bij de verliezende stapel. En we gaan door naar de volgende. We hebben er nog 3. Deze gaat ook richting de verliesstapel. Deze gaat ook weer bij de verliestapel. Dit is onze laatste kans op 100.000 euro. Oké, dan gaan we het wel niet winnen, maar goed. 18 plus, speelbewust. Deze gelijk bij de verliezende stapel. Hier hebben we alles waar we verlies op hebben gedraaid. En ik heb er 3 in een envelop gedaan om in te leveren voor 20 euro. Dus we hebben 50 euro uitgegeven en 20 euro terugverdiend. We hadden op ongeveer 4 kaarten winst moeten krijgen. En we hebben dus op 3 kaarten winst gekregen. Dus de winkels van 1 en 2 kan wel kloppen. Aangezien ik natuurlijk ook in 2 verschillende winkels heb gehaald. We hebben ongeveer 1/3 van de kaarten winst op. Ik ga ze inleveren. Ik heb geen nieuwe krasloten gewonnen, dus ik hoef ook niet meer nu naar de winkel te gaan en opnieuw krasloten te halen. Als je deze video nou leuk vond en ik je goed heb laten zien dat je nooit krasloten moet kopen, want je verliest toch alleen maar. Doe dan natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Abonneer je natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Laat in de comments weten met hoeveel ik dit volgend jaar moet doen. Zorg dus dat je deze video ook deelt met vrienden, zodat meer mensen hem kijken en ik zulke video's kan betalen. Laat in de comments weten wat voor andere video's jij ook nog wilt zien. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!